Wij gaan bidden voor vrijmoedigheid. We lezen in de Bijbel ook juist in het boek van Handelingen hoe daar de geest des Heren over de discipelen kwam en dat ze in vrijmoedigheid opstonden. En zo gaan wij bidden voor diezelfde vrijmoedigheid dat die over jou zal komen en in jou zal zijn. En we gaan dit samen doen door een punt van contact te maken. Ik strek mijn hand naar jou uit en jij mag als handeling van geloof jouw hand naar mij uitstrekken. En dan bidden wij in die ene naam, in de naam van Jezus Christus, onze Meester. En bidden wij voor vrijmoedigheid. Laat de Geest des Heren, de Heilige Geest, over jou komen, in jou komen, door jou heen stromen. Dat je de volle vrijmoedigheid zal krijgen om vrij te getuigen en te spreken en te zingen in de naam van Jezus Christus. Zoals het was in die eerste gemeente, dat zij voor niets en niemand bang waren en opstonden om te getuigen van Jezus. En ze stonden in vuur en in vlam. Zo bid ik dat jij in vuur en vlam zal staan en dat je vrijmoedig zal zijn om te zingen, te getuigen, te spreken, wat dan ook, om dit te doen in Jezus' naam, met goede resultaat. Amen.